Hallo allemaal en welkom bij de Sims 4 Journey to Batoon, de nieuwste addon pack van Sims 4. Ik heb mijn favoriete karaktertje vampier gemaakt. Ik heb het nog nooit eerder gespeeld. Ik heb dit huis van de galerij geplukt. En daar wil ik recepten. Elke beurt op het zoeken naar de set of first order. Nee, ze is first order. Ja, laten we nu gaan kijken. Ik weet namelijk niet hoe ik naar Batoon kan teleporteren. Dus ik denk, ja, misschien de Tyson. Ja, daar zijn we. Collecting credits, ja, dat weet ik. Een beetje uitzoomen, dank u. Ik zie hier een rood tekentje, dus dat is de first order. Daar ben ik. Weinig NCP'ers hier. Hallo? Oh, hier kan je slapen. Oh, oké. Okay. Nou ja, ik heb een vampier die heeft geslapen. Dus, maar je kan er gewoon opfrissen. Dus oké. Okay. Je kan andere Batoon-kleding aantrekken. Dus heb al Batoon-kleding aan. Maar ik wacht dat ze de First Order kostuum krijgt. Want die is kicken. Dus het is nu even. Ik vergeet de timer te zetten ook. Eigen klok, timer, nee, 30, zo. Who are you? Een schurk. Nou, first order vragen. Kijk of dat helpt. Oh shoot, je staat in de zon. Heb je er nog geen last van? Nee, gelukkig. Ik bedenk mij geen ene van. Misschien is het er niet zo slim geweest om een vampier te melken, maar het gaat goed. De First Order heeft zijn eigen district in de Black Spire Outpost. Daar zul je vinden wat je zoekt. Black Spire Outpost. Waar ben ik? Oh, daar ben ik. Oké. Hij is een stormtrooper. Toch? Ja. Hallo, kom eens terug. Waar ben ik? Oh, daar ben ik. Nee. Nou, first order vraag, kom op. Hij heeft een oranje dingetje op zich, dus hij is hoog. Ja, want deze hebben dat niet. Als je onze geleden wilt versterken, praat dan met Lieutenant Achnon in de First Order. Ja, leuk, maar waar vind ik die? Ik heb al een tijdje geen Sims meer gespeeld, het is te merken. Jeetje. Wat? Nee. Zo groot is het niet eens. Wie jij? Je bent een schurk.
dit een 8 noemt. Maar ik ben blij met deze Impact. Veel simmers zijn er niet blij mee. Ik hou van Star Wars. Ik speel Star Wars The Old Republic online. Ik speel altijd Jedi. Jedi, wat zeg ik nou? Empire. Ik ben eigenlijk een Jedi's. De reden van, ze praten zo zoet en zo braaf. Nee. Ga maar de Empire morgen. Maar waar vind ik die Clojo nou? Met die Falcon. Ga je kennen? Nee, stop dat. Wat is dat? Wat wil je doen? Aan dansen. Stop dat. Geen idee waarvoor je hem kan scannen, maar doe het. Mocht je dorst hebben, heb je nou een probleem op de zon schijnen? Nou ja, je bent niet geïnfecteerd door de zon hier, dus misschien dat je wel gewoon buiten kan drinken. Normaal kan het niet. De zon schijnt en je probeert iemand te bijten buiten. Vergeet hem maar. Moet je naar binnen loeren. En naar binnen kun je van hem tandjes in hem zetten. Ja, je hoeft me niet te vertellen dat wat de Millennium Falcon is. Dat weet ik ook wel. Maar goed, dat is nog steeds niet die gast die we... Het zal wel geen stormtroepers zijn. Het zal wel iemand in een zwart uniformpje zijn. Maar waar is die? Ik heb alleen de intro van dit gezien. Dus ik heb nog geen gameplay gekeken. Niks. Dat wilde ik niet. Ik wilde het voor mij eigen zien hoe het eruit zag. En als je naar een gameplay kijkt van die gasten die eerder... toegang hebben tot het spel, dat ze bepaalde speeluren krijgen. Maar dat wilde ik niet zien, want ik ben echt nieuwsgierig van hoe het eruit ziet. Ik wilde mij gewoon laten verrassen. Maar ik wist al dat ze met het fotootje kwamen dat het Batuu was. Er was geen haar op mijn hoofd die twijfelde. Ik zag het zo, ik denk dat lijkt op Batuu. En veel later, ja hoor, maakte ze bekend dat het is Star Wars. Ah, dit is probleem. Wie ben jij? Nee. Zo. Hold on. Ben jij? Ja, je bent schurk. Oh, wat is dit? Ogen Cantina. Oh, daar is misschien dat die daar is. Oh, je kan niks naar beneden halen. Dus je kan ook niet naar binnen kijken. Oh, wel. Oké. Okay. Ja, je bent dus schurk. Dan wat toevragen. Ga ik ondertussen even kijken of hier iemand is die de voltrekking doet. Wie ben jij? Een zoutje schurken. Schurk. Batuu bewoner. Dus de standaard townies zijn er nu gelukkig niet bij. Want normaal is er een nieuwe add-on pack uitkwam. En had je weer dat White Seed erbij. Dan ben ik spontaan de namen van de standaard sims vergeten. Nancy bijvoorbeeld. Maar die zie je nou niet. Dat is cool, dat vind ik wel lekker. Want normaal weet je altijd een... eerst zijn ze dat van beroepen en dan zijn ze dat van beroepen. Ja, dag. Is er nog meer waar ik op kan klikken?
Maar als ik naar die kerel moet, dan moet hij er toch wijzen. Wat is dit? Eten bestellen? Nee. Ah, nee, dat is niet in Sims, is dat niet. Ik denk, op de map kijken waar ik moet wijzen. Nee, dat gaat niet werken. Wat is dit? Tot de toren? Oh, dit lijkt me wel iets. Nee, dat is ook niks. Oké. Dan kan niet verder. Oké. Ah, nee, waar kan ik die eikel vinden, joh? Ja, het spel is vandaag uitgekomen. Ik heb 20 euro afgerond voor betaald van mijn eigen geld. Het is een Eton pack, dus je hebt er geen wereld bij gekregen. Slechts een Nederland. Sorry. Ja, slechte nacht gehad. Oh. Ik werd s'nachts wakker, dus ik benauwd kreeg, dus ik moest mijn inhaler innemen. En dan kan ik niet slapen, dus ik heb hooguit 3 uurtjes geslapen of zo. En ik weet, ik moet er niet gewoon in bed blijven liggen, want dan draai ik alleen maar draaien. Nu ga ik het toch wel uit. Dus ik ben meteen een douche genomen. De rondraad. Ik ben het bed gewoon een douche genomen. Wat is het toch allemaal met eten bestellen? Hier, eten bestellen, eten bestellen. Tjonge, jonge. Honda Onaka en ik moest met Hulga of zoiets. Ach, man. Maar is die ook niet in de kantine? Nee, dat was hij ook niet. Ja, misschien dat die er nu is. Nee, je hoeft die helemaal niet mee te betreden. Ik kan gewoon inzoomen. Oh, je bent er trouwens al. Dus je kan je vergeten. Oink. Even kijken. Ik neem aan dat hij... Ja. Hey. Oh. Geen Sovjet. Mijn neus is altijd dicht.
En doordat ik nou gepufft heb vanochtend, is mijn neus open en dan moet ik zo aan wennen. Dus dan, omdat normaal als ik adem, krijg ik te weinig lucht door mijn neus. Dus ik moet door mijn mond ademen. Maar dan adem je op de deur en dan gaat, ja, dat ben ik niet gewend, dus daarom ga ik niezen. Ja, slaan mij maar kapot hoor. Maar het moet misschien op mijn sim klikken. Sim, waar ben je? Daar ben je. Nee. 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 Oké. Oh, dat is een pauze. En je hebt zwarte kleding ook. Oh. Ja, maar niet dat ik niet. Nee. Het is leeg. Je kan er eten bestellen, maar het is leeg. Mensen stormen niet, ik ben aan het filmen. Het is ook leeg. Ah, oh, man, dit is verschrikkelijk, zeg. Zeker geen man. Je hoort even hierheen. Zal je nog steeds een pauze? Ja. Oh. Want ik wil ook wel weten wat die ding doet eigenlijk. Waar is het? Ja, hier. Tot de toren, wat is dat? Tot de toren, nou oké. Okay. Ik denk, ze gaat erop staan, dan gaat ze omhoog of zo. Maar, Ah. Oh, ik ben blij dat ze geen last van de zon heeft hier, zeg hij. Wauw. We hebben niks. Nee. Oké, okay. Nou, ik weet niet wat het is geweest. Ja, gaan we scannen. Dan mag je dat ook even toezoeken. Ik heb nog geen play verhaal bedacht voor dit, dus daar ben ik wel mee bezig. Dan zeg ik, het spel is net uitgekomen, dus het gaat weer een paar dagen duren, want ik moet nog opschrijven, et cetera. Een LP bedoel ik dan. Maar, ah, oh nee, het ziet er wel fantastisch uit. Alleen in space vinden die je hebt is moeilijk. Je bent een schurk.
eten bestellen, dat is eten bestellen. Even kijken. Wat hebben we nog meer? Oh, dat is verzetskamp. Ga heen. Oh, First Order District. Ah, volgens mij heb ik het gevonden. Ik denk dat ik het zo'n beetje gevonden heb. We moesten hier naartoe. Oh, wacht. Volgens mij ben jij. Sta stil. Ah, Agnon, jij heb ik nodig. Nee, ik heb een quest voor je. Na het first order vragen, die morgen. Waar moet jij vandaan komen? Die Sims zijn ook zo eigen. Ik zeg, ga naar hem toe. Die Sims die lopen weer lekker bij de hand te doen. Jongen, jongen. Ja. Ik snap het niet hoor. Ik snap het echt niet. Wat moet ik nou doen? Ik heb toch al naar First Order gevraagd, hè? Ja, zo gaat het in een online game ook. Hè? Je moet iemand volgen. Jij redt harder dan dat zij redden. Wat ben ik eigenlijk? Waar gaan we heen, jij? Moet het speciaal hier gebeuren? Heeft dit soms last van bugs of... Vraag me dat af, omdat net heb ik 3 keer moeten vertellen wat benzine moet doen en dat doet ze net niet. Net heb ik een missie, hè? Oh, dat is mijn eten. Oké. Maar dat betekent dat ik weer terug moet. Ding! Ding! Nee, niet ogen. Ik ben meteen alweer. Nee, wat was het nou? Wat doe je? Eten bij Docking 7. Ze luistert. Doe maar. Ja,
Als je geschreeuwd wordt, zijn die koters van school die bepaald zijn. En wat is het nog meer? Opvriezen. Ja, maar even wachten, want ze kunnen nooit twee dingen tegelijk. Dat is dus namelijk de tijd als je gewoon opvriest, dan gaat ze opvriezen. Wow, wat is dat? We hebben niks. Nee, we hoeven geen anti-vegetarisch. We hebben iets anti-vegetarisch nodig. Diepje. Ja. Oh, een enkele. Wachten. Eten. Maar vampier, ja. Eet liefst wat anders, maar goed. Laten we zeggen, drinkt. Nou, verzet of. Oh, nog eentje. Okay. Maar dit is mijn missie. Oeh, ik heb al 200 puntjes verdiend. En hier? Oeh, al 25. Oeh, oeh. En hoeveel geld? Of een galactische. 35. Wow. Nee, ik heb nog geen dingetjes, want ik heb niet gerecycled. Dus. Dat is een andere wereld. Is u klaar? Niet praten, niet kletsen, want dan eet je niet. Kom op, even doorrijden. Brrr. Nee. 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 Zo. Hehe. Andere patoekleding aantrekken. Deze. Ja, ik heb alleen maar deze. Die andere heb ik niet gedaan. En dan was het nog opfrissen. Opfrissen. Nou, ook leeg. Okay. Ja, dat heb ik toch gedaan? Ah. Ja, hierheen. Oh, plannen! Wacht even! Plannen! Mitzel de Narla. Ja, je moet Maar volgens mij heb je al alleen maar. Wat heb jij nou een groen? Ik heb je zwart aangegeven. Ik heb je dit aangedaan met het mevrouw. Juist. Tjing. Naar verzetvragen, naar verstoorde vragen, naar schurken vragen. Van alles drie keer. Kom terug. Kom terug. Ah, dat is hier. Ja, stoppen.
je hebt gedaan. Kom nou. Zo. Ik heb die keer ook wel vergeten. Echt, je kan nooit wat voorplunderen met die Sims. Dat mooie schaatsie. En 3 van 3. Waar is mijn wekker? Nou, nog 1 minuut. Die meteen uploaden. Oftewel op woensdag. Nee, dat is een Nederlandse YouTube dag, dus dat komt goed uit. Hebben we hem klaar? Nee, dan schurk ik een vraag. Kom op nou. Stop met dat gouden hoe niet. Dat is Sims, jongen, die kunnen ouwe hoeren. Oh, dat is niet normaal, man. Ja, wel over de 2 van 3, wat is dat? Ja. Nou, nog eentje dan. Hey. Gefeliciteerd met het voltooien van je eerste missie. Je kunt je er aan de buurt van toe te verkennen door te reizen op je telefoon te klikken. Je kunt hier bij de factiecode beginnen. Oké. Oh. Dank u. Maar bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je genoten hebt. En ik zie je in mijn volgende video. Doei doei!